Verplicht gaan prikken, verplicht prikken. Gaat het dan nu echt zover komen dat we met z'n allen verplicht worden gesteld om een vaccin in onze arm te laten spuiten? Let even heel goed op, want er komen dus steeds meer berichten naar buiten nu dat er sprake is van een indirecte vaccinatieplicht. Maar goed, wat kun je hier tegen doen en wat kunnen we verwachten? Nou, RTL kopt dus met het bericht niet meer op pad zonder vaccinatiebewijs. En wat blijkt uit dat artikel? Dat Denemarken en dat Zweden op dit moment al bezig zijn met het uitrollen van een directe vaccinatieplicht. Want, en dat meldt dus ook een ander artikel vanuit de Gezondheidsraad, horecagelegenheden en andere particuliere instellingen hebben in de toekomst de mogelijkheid om mensen die niet gevaccineerd zijn te weigeren. Volgens de Gezondheidsraad, geadviseerd aan het ministerie. Oké, de landen dus om ons heen, Denemarken, Zweden, zijn nu bezig met het verplicht stellen van een vaccinatie. En waarom willen ze dat doen? Ze willen het voor gevaccineerde mensen gemakkelijker maken om naar een evenement of naar de horeca te gaan. Nou, 1 en 1 is 2 natuurlijk. Altijd is er benoemd, ook in Nederland, er komt geen directe of indirecte vaccinatieplicht. Maar het is dus wel benoemd dat horecagelegenheden en andere instellingen je dus wel kunnen weigeren. Dus ja, je kan het zo verkapt mogelijk vertellen of brengen als je wil. Maar iedereen weet natuurlijk dat het dan draait om een indirecte vaccinatieplicht. Gelukkig staan er steeds meer mensen op, zo ook IC-specialisten, die ook aangeven en oproepen om te versoepelen en meer overlijdens te accepteren. En meer overlijdens te accepteren hebben natuurlijk ook relatie op de, nou ja, de vaccinatiekrankzinnigheid waar we in zitten. Dat we alles willen oplossen met een vaccinatie. Maar wat blijkt nu? We zijn maanden verder. Er is een Britse variant, er is een Zuid-Afrikaanse variant. Zelfs in Nederland is er een variant. Er is een Duitse variant. Er zijn zoveel varianten dat er zelfs nu al wordt opgeroepen dat er wellicht een derde prik nodig is om beschermd te zijn tegen alle varianten van het virus. Nou, hoe ziet dan zo'n toekomst eruit? Dat we ons elk jaar 3, 4 keer laten prikken om bij elke variant maar weer een vaccin aan te passen en dat we dat ook weer in gaan spuiten. Dit is zo'n kromme beredenering dat we onszelf zogenaamd gezond moeten gaan houden met allerlei vormen en aanpassingen van vaccins, terwijl juist de basis van alle genezing ligt in het versterken van onze eigen immuniteit. Nou ja, daar is al zoveel over verteld, daar wordt maar geen aandacht aan besteed, maar daar ligt natuurlijk wel de oplossing. Maar het allerbelangrijkste in deze tijd, want ik weet dat heel veel mensen op dit moment ja, toch in een bepaalde angst zitten. En angst is de virus van de geest. De angst is het virus van de geest. En op het moment dat we in angst blijven zitten, kunnen we niet structureel op zoek gaan naar een oplossing. Want als we in angst zitten, zijn we gespannen, kunnen we niet meer logisch nadenken, kunnen we niet de dingen in perspectief zien. En verblijven we natuurlijk altijd in een verkrampen vecht- en vluchttoestand. Dus wat doe je daaraan? Wat is dan heel erg belangrijk? Weet in ieder geval, en dat is denk ik het allerbelangrijkste inzicht van deze tijd, dat we op dit moment in een paradigmaverschuiving zitten. We zitten in een verschuiving van het oude paradigma naar het nieuwe paradigma. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. En het oude paradigma wil natuurlijk heel erg krampachtig vasthouden aan de status quo. Het wil blijven bestaan. Logisch ook natuurlijk. In deze tijd zitten we in een soort van stroomversnelling. Dus iets wat normaal jaren duurde, ja, komt in enkele dagen of zelfs soms enkele uren, komt er naar boven drijven. Wordt die realiteit, die werkelijkheid, wordt bekend. Bijvoorbeeld de leugens van politici. Nou, waar het voorheen jaren duurde voordat we erachter kwamen, dan was iedereen het alweer vergeten. Nu zien we het letterlijk in het moment op beeld dat er gelogen wordt. De leugens die openbaren zich op dit moment in stroomversnelling, in een heel snel tempo. En het is voor iedereen zichtbaar. En dan nog steeds is het voor heel veel mensen nog steeds niet te begrijpen
dat er leugens verteld worden. Terwijl het gebeurt voor je ogen en nog steeds is er een bepaalde ontkenning, een cognitieve dissonantie. Wat wil zeggen dat we geconfronteerd worden met informatie die tegen onze eigen geloofsovertuiging ingaan. En die maken een dusdanige impact dat we ons op persoonlijk niveau, op identiteitsniveau voelen aangevallen. Waardoor we dus alle rationele informatie, zelfs als het voor onze neus gebeurt, direct verwerpen. En het nieuws, als je het nieuws aanzet, dat is ook een propagandamachine van het oude paradigma. En mensen die geloven het nog steeds blindelings, niet wetende dat we op dit moment zelfs in Nederland in een gecensureerd land wonen. En heel veel mensen staan daar niet eens bij stil dat we in een gecensureerd land wonen. Want alles, alle informatie die niet in lijn is met de narrative van bijvoorbeeld de World Health Organization, het RIVM, wordt simpelweg gecensureerd of belachelijk gemaakt of volledig verworpen. Dat zie je ook bij de informatie die naar buiten komt vanuit Maurice de Hond, die geframed wordt op allerlei manieren in een kwaad daglicht gezet worden, terwijl hij de feiten werkelijk boven tafel brengt. Bijvoorbeeld de Britse variant. Er zouden duizenden en duizenden extra besmettingen van zijn. Blijkt dus wederom angstpropaganda, want die modellen die klopten niet, die zijn nooit uitgekomen en nog steeds blijven we vasthouden aan deze doorgeslagen maatregelen. Censuur, en dan moet je ook nog weten dat censuur conform de grondwet niet eens is toegestaan. Censuur is volgens de grondwet niet toegestaan. Maar ja, goed, inmiddels weten we natuurlijk allemaal wat de grondwet daadwerkelijk waard is. Helemaal niks natuurlijk. Want de grondwet kan zo opzij geschoven worden. Voor een avondklok, voor beperking van bewegingsvrijheid, noem maar op. Maakt niet uit. Onder de spoedwet zijn alle grondwetten zomaar aan de kant te schuiven. Dus een grondwet stelt helemaal niks voor. Iedereen die nog iets wil benoemen over een grondwet, weet dan, een grondwet betekent in deze tijd helemaal niks meer. Maar goed, het allerbelangrijkste in deze tijd is, zeker ook voor onze eigen gezondheid en voor ons levensgeluk, is het besef dat we dus van een oud paradigma naar een nieuw paradigma gaan. En hoe gaan we dan om met de angst en de onzekerheid van deze tijd? Want ik weet, heel veel mensen zitten in een bepaalde angst en onzekerheid van waar gaat het naartoe? Wat zijn de nieuwe maatregelen? Wat voor gevolgen heeft een vaccinatieplicht op mij? Wanneer komen er versoepelingen? Wanneer kan ik weer vrij leven? Etcetera, etcetera natuurlijk. Nou, ik wil je uitnodigen om uit de wachtstand te gaan. Om echt uit de wachtstand te gaan. En ook uit alle angstscenario's te stappen. Want het advies wat ik heel veel mensen geef is om eens een krant van vandaag erbij te nemen. En die krant van A tot Z door te lezen. En vervolgens de krant weg te leggen, op te bergen. En 6 maanden later die krant er nog eens bij te nemen. En dan eens te lezen wat voor horrorscenario's daarin staan. Die allemaal niet zijn uitgekomen. Of lang niet zo erg zijn als wat men toen deed vermoeden. En de krant die je dan 6 maanden later erbij neemt, staat weer vol met allerlei doemscenario's die weer gericht zijn op de toekomst. Dat is een blijvend effect wat maar blijft doorgaan. Dus blijf alsjeblieft niet hangen in de angst voor een vaccinatieplicht. Want geloof me, er zijn genoeg mensen op dit moment die vanuit het nieuwe paradigma alternatieven en oplossingen gaan brengen. Zeker in deze tijd. Dus breng vooral je lichaam, je geest en je ziel in rust en balans met elkaar, zodat ook jij de ambassadeur kunt zijn van dit nieuwe paradigma. Want geloof me, niemand kan dit nieuwe paradigma tegenkomen en betere tijden gaan komen.